Uiteraard hebben we weer een lange, dit keer een lange podcast. Een van de langste podcasts die je ooit hebt gehoord. Dus geniet ervan en kijk mee. Welkom iedereen in Familiepark Wonderland. De allerlaatste bouwaflevering van een park wat ruim 1,5 jaar heeft geduurd om te bouwen. Dat komt natuurlijk ook doordat we in plaats van 2 afleveringen per week 1 aflevering deden. Maar dat gaan we volgend jaar anders aanpakken. Er komen er gewoon weer 2 afleveringen op de maandag en de donderdag. En in het weekend een Planet Coaster video. Misschien lijkt het alsof dit park is afgebouwd. Maar er zijn nog wel een aantal dingen die we moeten gaan bouwen. En natuurlijk moeten veranderen. Ja, weet je, er zijn nog genoeg dingen. Dus vandaag in deze lange video gaan we dus... Ja, en het wordt een lange video, dat weet ik nu al. Gaan we dus de puntjes op de i zetten dat alles klaar is om gedownload te worden. En uiteraard in de volgende aflevering, die volgende week komt, de laatste aflevering van Planet Coaster van dit jaar, doen we dan de tour, aflevering 400. In 401, die zal iets later beginnen, 2021, niet gelijk begin, ik denk 2 weken later of zo, dan gaan we verder met de allereerste aflevering van het nieuwe park. Met puntjes op de i zetten bedoel ik aankleding, maar ook natuurlijk nog winkeltjes eventueel. Natuurlijk moet de plattegrond afgemaakt worden, dus uiteindelijk moet ik alle Photoshops natuurlijk helemaal af hebben. Ja, en dan bankjes, prullenbakjes, lantaarnpalen, belichting. Ik wil niet het hele park gaan belichten. Het vakantieresort moeten we ook nog eventjes gaan aanpakken. Ja, jongens, ik denk dat er nogal veel werk aan de winkel is. Zeggen ze dat, aan de winkel? Aan het park dan in dit geval. En natuurlijk ook wat auto's bij de parkeerplaats. Want ja, een parkeerplaats voor misschien wel 300 auto's en dat er maar 20 staan, dat is natuurlijk een beetje vreemd. Uiteraard hebben we weer dit keer een lange podcast. Een van de langste podcasts die je ooit hebt gehoord. Dus geniet ervan en kijk mee. En natuurlijk voor de mensen die misschien helemaal niet verder kijken, alvast een hele fijne kerst en tot snel. Ja, dit is de Planet Podcast. Met natuurlijk uw vaste presentator, Vincent. Ja, mensen, welkom bij deze, ja, toch wel laatste podcast van dit jaar. Ja, dat is natuurlijk wel jammer, maar het leukste is natuurlijk dat we vandaag wel een lange aflevering hebben en dat is natuurlijk wel gezellig. Sowieso, welkom. Hey, Gerard. Laten we beginnen. Ja, Gerard, het is een beetje een vreemd jaar geweest natuurlijk, hè? 2020, een jaar die we misschien niet helemaal gaan vergeten, maar niet een hele leuke herinnering natuurlijk door de omstandigheden in de wereld. Maar hopelijk dat er volgend jaar een oplossing is en dat we dan in ieder geval bepaalde dingen weer op een normale manier kunnen doen zonder afstand en zonder mondkapjes en noem de hele rattenplan maar op. Het is even niet anders, maar hopelijk volgend jaar een beter jaar. En wat we volgend jaar natuurlijk ook gaan doen, en Gerard, jij weet dat al, want je staat al te springen, je kan niet wachten totdat wij weer verder gaan. Ja, nee, zeker weten. En natuurlijk ook in deze speciale video. Ja, althans, in deze podcast. Ja, maar je kijkt ook naar de video. In deze podcast vandaar ook een aankondiging. Een kleine, voor mij een grote aankondiging. Voor jullie misschien een kleine, maar dat komt helemaal goed. En stiekem weet ik al wat er gaat gebeuren, maar ik mag natuurlijk niks zeggen. Wat ik wel mag zeggen is dat we vandaag natuurlijk weer reacties gaan voorlezen uit vorige afleveringen. En aangezien dit eigenlijk een soort van laatste, ja, het is eigenlijk de laatste van dit jaar, maar ook de laatste podcast van Familiepark Wonderland, gaan we dus alle reacties voorlezen van aflevering 396, 397 en 398. Oftewel 3 video's, al het commentaar en waarschijnlijk meer dan 300 reacties. Dus laten we van start gaan. Iemand klopt op de deur. Ja. Hoor je dat? Oké. Wij verwachten toch geen bezoek? Nou, even open doen dan. Ho, ho, ho. Merry Christmas. Kerstman. Hallo. Ja, wat leuk is dit. Ja. Hallo meneer de Kerstman. Wat leuk dat u er bent. Ja, ik mag natuurlijk niet zomaar de huis overslaan. Natuurlijk mag u dat niet doen. Gezellig. We zijn momenteel bezig met de podcast. Met de podcast? Wat is dat dan weer? Nou, meneer de Kerstman, als u nou gewoon even rustig in de stoel gaat zitten daar, dan gaan we het allemaal gewoon uitleggen en dan spreekt het voor zich. We gaan gewoon een beetje babbelen over een aantal
aantal videoreacties van Planet Coaster. Maar ja, dat spel kent u wel, want waarschijnlijk heeft u dat wel gegeven aan een aantal kinderen. Ja, dat is zo. Kijk. Ja, ze zeggen dus dat de kerstman die komt dus met een arreslee. Ja, maar dat is dus niet waar. Ik ben hier gewoon met mijn Fiat Panda natuurlijk. Juist, uw Fiat Panda. Nou goed, laten we beginnen met de reacties. En we beginnen met aflevering 396, Eind in Zicht. En bovenaan staat Pieter Liter en hij zegt: hallo Vincent, wat is Wonderland toch mooi geworden. Een tip voor in je volgende park: denk aan de parkeerplekken voor gehandicapten. Dit zorgt voor nog een beetje extra realisme. Dat is een goede, Pieter Liter, maar ik heb al zoveel parkeerplaatsen gemaakt. En het hoort wel een beetje bij een park natuurlijk, uiteraard. Maar het is wel, ik vind het niet leuk om te bouwen. Geef mij maar gewoon een achtbaan of een dark ride. Maar het hoort nou eenmaal bij een compleet park natuurlijk. En ja, natuurlijk in mijn volgende park moet ik ook een parkeerplaats gaan maken. Maar bedankt voor jouw tip en ik zal hem zeker meenemen. 045 zegt: hallo Vincent, een leuke video was aflevering 396. Ga je ook nog een livestream doen wanneer je park helemaal af is? Nee, maar we gaan wel een tour doen. En dat komt omdat mijn computer natuurlijk al ontzettend veel moet rekenen. Hè? Omdat het natuurlijk een volledig gebouwd park is. Ik speel hem al op de laagste graphics. Dus ik denk als ik nog een livestream erbij ga doen, dan ja, weet je, dat is veel te zwaar. Dat gaan we niet, doen. Maar in ieder geval gaan we dus wel gewoon een tour houden door het hele park. Dus wacht het even af en dan komt dat helemaal dik in orde. Even een vraagje, Vincent. Ja? Kan ik dat park dan ook bezoeken dan? Nou, helaas niet in het echte leven, maar alleen in Planet Coaster op de PC. Dus ook de PlayStation 4 of 5 of de Xbox Series X of de Xbox One versie. Eigenlijk alle consoleversies kan je dus niet het park mee bezoeken. Het kan alleen met de PC versie. En hoe je dat doet? Dan gaat naar de Steam Workshop, je vult mijn naam in of natuurlijk Familiepark Wonderland. En dan zie je vanzelf natuurlijk ook gewoon een download staan. Maar ik zal er ook voor zorgen dat er een aparte video komt met ook een linkje in de beschrijving naar de Steam Workshop. Suck Flex die zegt: in deze aflevering vertelde je dat je niet zo snel groeit met je abonnees als andere YouTubers. Maar voor mij maakt dat helemaal niet uit, want ik vind de DaVinciStyle community de beste en gezelligste die er is. Kortom, ik ben trots op je, Vincent, omdat je elke dag met meerdere video's voor ons klaarstaat. Dat is super lief. Dankjewel voor je leuke reactie. En ja, weet je, ik doe mijn best. Ik probeer natuurlijk nu gewoon 1 keer per dag een video te uploaden. Vroeger was dat, nou ja, ik heb 6 jaar lang heb ik 2 video's per dag gedaan. Ik ben nu geminderd naar 1 video. En dan natuurlijk in het weekend gewoon extra streams. En ook door de week wat extra streams. Maar super tof om dit van jou te horen. Ik ben ook erg benieuwd naar jouw support. En dat geldt natuurlijk voor iedereen in mijn volgende park onderin de reacties. AC Thunder zegt, of AC Thunder, bijna klaar met je pretpark. Weer superleuk om een nieuw park te beginnen. Ik heb er super veel zin in. Verder een leuke video. Groetjes van Jasper. Dankjewel Jasper en hopelijk kom je ook met leuke ideetjes in mijn nieuwe park. Ja, Vincent, ik heb dus even een vraagje. Ja, Kerstman? Is dat dan nog steeds een verrassing wat je met je volgende park gaat doen Ja, dat zeker. Natuurlijk gaan we dat ooit wel een keer vertellen, maar dat is nog steeds een beetje een verrassing. Dat wordt gewoon een grote aankondiging en ik ben ook zeer benieuwd of de mensen het leuk gaan vinden, want dat is de grote vraag. Ja, maar ik weet het ook niet. Oh? Voor mij is het ook een verrassing. Dat is wel spannend dan, hè? Ja, maar verrassingen zijn gewoon hartstikke leuk, toch? En je moet ook een beetje geduld hebben, want met geduld word je goed beloond. Ja, inderdaad, Gerard. Die weet ik nog. Arcanine, oh my god. Arcanine is gewoon terug met reacties. Ik heb hem al zo lang niet meer gezien onder de video's. Hij zegt: hey, hallo, ik heb al een tijdje geen video van je gekeken en opeens is alles zoveel beter geworden. Dankjewel en leuk dat je weer terugkijkt. En hopelijk blijf je ook gewoon de serie volgen natuurlijk, want we krijgen een nieuw park. Maar uiteindelijk is dit ook een hele belangrijke aflevering, want vandaag gaan we natuurlijk gewoon dingen afronden. Ook zeer belangrijk voor het eindresultaat. En Vijgkerst kan ook niet wachten totdat het helemaal klaar is. En natuurlijk de grote pretparktour door Familiepark Wonderland.
Ilias Channel zegt: leuke video, ik ben al 3 jaar op je YouTube-kanaal geabonneerd. Zo, dat is een lange periode, 3 jaar al. Dat zijn dus minimaal 1095 dagen, hè? Maar Kerstman, hoe kunt u dat zo snel uitrekenen? 365 keer 3, dat moet ik even vertellen, hoor. Dat is nou weer een stomme vraag, Vincent. Natuurlijk kan de Kerstman goed tellen, want die moet natuurlijk ook de cadeautjes gaan tellen en de elfjes en de arresleebelletjes. Ja, het is al goed. Ik snap het al. Ja, de Kerstman is gewoon goed met tellen. Dat hoort ook. Dat klopt. Je kan me ook altijd vragen wat 583.000 keer 84 is. Wat is dan het antwoord, Kerstman? Het antwoord is een groot getal. die schrijf ik even in mijn moppenboekje, hoor. Dat vind ik een goeie. Ja, dames en heren. En zo wordt een heel flauw moppenboekje in elkaar gezet. Allemaal in deze podcast. Nou, Madame G zegt: een superleuk park, zo creatief. Dankjewel, madame. En mijn vraag aan jou is: zou je deze ook in het echt willen bezoeken? Kom zeker dan langs. Ik wil doneren in de streaming, zegt Xenne van Rompuy. Ik zeg altijd maar zo: doneren is geen verplichting. Het is een soort van extra steuntje als je een stream kijkt of je vindt het leuk wat ik maak of wat dan ook. Maar ik zeg altijd van: joh, als je gewoon gaat kijken, vind ik het gezellig genoeg en vind ik het goed genoeg. Kom gewoon een keertje langs met een livestream. We zijn natuurlijk vaak op Twitch live. Dus kom zeker ook eventjes dat je mij volgt op Twitch met twitch.tv/davinstelgames. Thomas Redijk heeft dus een tip voor iedereen en ook voor mij. Als je dus een Xbox One hebt en je hebt de Game Pass, dan kan je gratis Planet Coaster console editie spelen. Dankjewel Thomas voor deze tip. Supergoed om te weten. Ook voor de mensen die dus het spel niet willen kopen en iets goedkoper willen uit zijn of het spel willen proberen. Dan kan je dus Game Pass nemen. Dat is dan voor een maandje, ik geloof, €12. En voor €12 heb je dus toegang tot allerlei spellen. Meer dan 100 games die je kunt installeren. Onder andere Forza, natuurlijk ook, ik geloof, Doom en Fallout. Maar ook natuurlijk gewoon Planet Coaster op de console, dus de console-editie. Hey, meneer Vincent, duurt dat nog lang wat je allemaal aan het doen bent? Want ik heb natuurlijk ook cadeautjes voor jullie. Cadeautje, ik ben een beetje zenuwachtig aan het worden. Rustig, Gerard. Ja. Wat leuk, Kerstman, dat u aan ons heeft gedacht. Dat vind ik ontzettend spontaan en een grote verrassing. Dank u wel. Ja, nee, graag gedaan. Daar is de Kerstman natuurlijk ook voor, hè, om leuke cadeautjes en verrassing te geven. Hè? En dan is het nu tijd voor onze kerstmopjes. Nee, Gerard, nee. Oh, maar dat vind ik wel leuk om te horen van die leuke mopjes. Nou, hoor dan maar horen, Gerard. Dat heb je voor ons in petto. Ja, maar dan pak ik even mijn boekje, want ik maak mijn eigen moppenboekjes. Oh, hebben we dat weer, jongens. Oh, de moppenboekjes komen weer tevoorschijn, hoor. Nou, Kerstman, dank u wel. Ja, ik heb hier... Oh, dit is mijn... Dit moet nog uitwerken. Dit is een van de nieuwste. Oké, nou, ik ben dan wel benieuwd. Hè. Laat u maar eens even wat horen. Nou, meneer Kerstman, wees u voorbereid op hele flauwe kerstmopjes. Oké, daar komt hij. Okay. Ja, ik ben benieuwd. De Kerstman loopt een postkantoor binnen en vraagt om een postzegel van 89 eurocent. Ja, hè? Oh ja, zegt hij tegen de verkoper. Ja. Wilt u het prijsje eraf halen? Het is namelijk een cadeautje. Meneer... Ja, dat is al leuk. Meneer de Kerstman, u meent toch niet dat u dit leuk vindt? Stil dan maar. Als Gerard dat leuk vindt om te vertellen, dan moet hij dat gewoon lekker doen. Heb je nog een moppie? Ik vind het wel leuk. Er komt er nog een, maar het is een beetje een raadsel, hè? Waarom is de Kerstman geen vrouw? Een vrouw? Of vrouwmens? Waarom is de Kerstman geen vrouwmens? We passen niet dezelfde schoenen of zo, ik weet het niet. Ik moet lachen, want ik weet het antwoord. Het zal weer een flauw antwoord zijn. Nou, kom maar op, Gerard. Waarom een kerstman geen vrouw is? Geen vrouw wil met kerst dezelfde kleren aan als het vorige jaar. Oké. Ik moet zeggen dat dit wel een beter niveau is dan de vorige mop. Goed zo. Zal ik nou afsluiten met een mopje dan ook? Heeft u ook zo'n hele leuke kerstmop? Ja, ik wil graag van jou weten. Welke
nationaliteit heeft de kerstman? Dus welke nationaliteit heb ik? Welke nationaliteit? Ja. Ik ben toch gewoon kerstman? Kerstman. Nee, dat bestaat niet. Ik zal het maar vertellen. Mijn nationaliteit is Noordpools. Nee, even flauw als Gerard. Maar goed, we moeten door met de podcast, want er zijn nog twee video's natuurlijk. Er zijn nog veel meer comments trouwens, ook nog van oh jee, we moeten nog veel meer doen. Sorry, we moeten echt doorgaan nu. Doe je ding. Ik ga wel lekker even zitten. Oh, dat doe ik al. De kerstman is grap, is een grapje als... Oké. Nou goed. Leon de Gelder zegt... Hey, hallo Vincent. Voeg in je volgende park een Fastpass systeem toe. Groetjes van Leon. Nou Leon, dat is best wel een tof idee. Dat je gewoon een extra kraampje neerzet of een informatiekiosk. En dat je dan zogenaamd van die Fastpasses verkoopt. Dat is een goed idee. En als we dan een soort van... dat moet ik nog photoshoppen. Ik ben het helemaal vergeten. Ik ben dat sowieso vergeten. Ik moet nog een soort van... Ja, een lijstje maken met de bedragen erop. Dus wat volwassenen betalen, wat de kinderen betalen... is natuurlijk zeer belangrijk. Want je moet weten hoeveel je moet betalen als je binnenkomt. Dat is een goeie. Dan ga ik nog even photoshoppen. Maar om even terug te komen op jouw idee... dan zou ik dus in principe ook met Photoshop... een soort van Fastpass kunnen toevoegen... Dat de mensen ook kunnen zien van, nou, ik betaal misschien 20 euro meer. Maar dan kan ik wel in, ja, misschien 9 of 10 grote attracties. Dus dan niet een Fastpass voor een draaimolen of een reuzenrad. Maar alleen voor de grotere attracties. Dus de dark rides, de achtbanen voor een kinderachtbaan zou ik het dan weer niet doen. Maar echt voor wat grotere attracties, gewoon algemeen grotere attracties. Dus een dark ride kan natuurlijk wel als een spookhuis of een achtbaan of wat dan ook. Dat is wel een heel goed idee dat we daar ook over nadenken van welke attracties zouden dan ook een Fastpass moeten krijgen. En dan vooral de route daar naartoe, dus door de Fastpass heen, door de lijn, door de queue. Dan moet je ook natuurlijk langs decor gaan of misschien is het wat minder mooi of een beetje backstage. Dat weet ik nog niet. Maar daar moet ik ook over nadenken dat we genoeg ruimte hebben voor de wachtrijen voor de grote attracties. En ik denk ook dat ik een project eerst moet afwerken. Een hele attractie gewoon compleet moet afmaken. Voordat ik, dat is sowieso een ding wat zeker is. Voordat ik dan weer aan een volgend gebied of een volgende attractie ga werken. Het is bij mij heel vaak zo, als ik te lang aan iets werk, dan wordt het een beetje saai. Dan kan het een beetje minder worden. En daarom zoek ik zelf die afwisseling op. En dat is misschien ook leuk om te kijken, dat je gewoon ook ziet van, nou, de ene keer ben ik daaraan bezig en na 3 afleveringen ga ik toch maar verder met de andere attractie en dan komt later die ene attractie weer terug, omdat die niet is afgebouwd. En zo bouwt het eigenlijk al jaren op. Maar misschien is het ook wel handig om dan gewoon dingen helemaal af te ronden voordat ik dan verder ga. Want dat voorkomt dat ik dan achteraf heel veel werk heb. Augurkensoep is ook weer terug met een leuke reactie. Dat is lang geleden ook. Hey Vincent, ik heb lang geen reactie meer geplaatst, maar de opperaugurk is weer terug. Ik wil even zeggen dat ik je heel graag wil bedanken voor deze leuke Familiepark Wonderland serie. Ik heb genoten en geen één aflevering overgeslagen. Op naar het volgende park. Groetjes de opperaugurk, oftewel augurkensoep. Die naam ook, altijd die opperaugurk. Hey, dankjewel voor je steun en ik zie je snel weer tegemoet in de reacties in het volgende park. Sven RCT zegt helaas het einde in zicht, maar ik denk wel dat je trots mag zijn op het park en dat je hem mooi mag afsluiten. Nog de groetjes van Sven RCT. En Prep... hartstikke dank. Dankjewel. Pretparkfans België zegt... Ik kan niet wachten tot je park online komt. Dan kan ik hem eindelijk zelf gaan spelen. Het lijkt me ontzettend leuk trouwens... als de mensen dit park gaan downloaden... dat jullie ook gewoon een leuke video maken. Dat je zelf je eigen reactie laat zien van... hoe je reageert op bepaalde dingen. Hoe dingen zijn gebouwd en hoe je in de attractie gaat... lijkt me echt fantastisch. Lisbeth Hingstman zegt... Maak een wc voor de camping. Dat is een hele goede, Lisbeth. Want de mensen gaan waarschijnlijk ook gewoon door dat gebied heen lopen. Maar ik heb daar heel weinig plekjes staan. Ik heb heel weinig winkeltjes of attracties. Dus ik weet ook niet of de mensen daar wel doorheen gaan lopen. Maar het is wel de bedoeling dat er mensen over de paden van de camping lopen. Dat is sowieso geweldig. Ik moet ook nog even kijken of je die hotel... rooms, die kamers kan plaatsen. Want volgens mij komen die wel heel erg ver uit elkaar te staan. Maar als dat lukt, dan kunnen de mensen gewoon direct naar een huisje lopen en daar dan iets boeken. Of in ieder geval, dan gaan ze naar binnen en dan... Ja, dat is geweldig. Dat moeten we echt doen. Geweldig.
Theatermeisje zegt, ik volg je nog maar kort, maar ik kan niet wachten op de bouw van je nieuwe park. Nou, daar ben je dan zeker getuige van, want je hebt dit park waarschijnlijk niet vanaf het begin gezien, maar mijn volgende park, en dat geldt ook voor vele anderen misschien wel, die gaan dat dus vanaf het begin tot het eind zien. Vind de Poep zegt, je bent een toffe YouTuber, je maakt leuke content en je bent de beste. Dankjewel. En Kai Dion Dobben vraagt, ga je stoppen met je kanaal? Nou, dat is nog niet de bedoeling. Boas Becker zegt, vette video. En Jarnegame zegt, yo Vincent, je bent een goede YouTuber. Ik kijk je nu al 3 jaar en ik ga je park zeker downloaden. Pim Huisdent zegt, de volgende aflevering is aflevering 400. En dus de laatste in dit park. Vanuit de grond van mijn hart en waarschijnlijk van meerdere kijkers, bedanken we je weer voor het maken van zo'n prachtig park. Verder is het ook fijn dat je dat park steeds vaker ideeën uit de reacties hebt meegenomen en daarmee ons, de kijkers, betrekt bij je park. Ik en alle kijkers zullen ons nu verheugen op de laatste tour door je park en wachten met spanning af wat het nieuwe park ons zal brengen. Tot in je volgende park, waar ik zeker weer vele tips en ideeën zal gaan geven. Net als vele andere van je kijkers. Pim, dat is ontzettend tof om te horen. En hartstikke dank voor al je steun in al die video's. Want je bent eigenlijk altijd wel langsgekomen tijdens de podcast met je waanzinnige ideeën. Natuurlijk is het heel lief als mensen zeggen van, joh, hè, je bent de beste YouTuber en leuk park en dat soort dingen. Maar ik denk dat het nog beter is, ook voor jullie, leuk om te luisteren, maar ook voor mij, dat het beter is als mensen ook ideetjes meegeven. Dus ideetjes voor in mijn park. Maar niet alleen mijn complimenten, maar ook gewoon kritiek. Dus als je iets hebt, laat het sowieso weten in de reacties. Ja, ja, maar Vincent, luister, dat moet je ook daarbij zeggen. Je hoeft nou niks meer te plaatsen in de reacties. Ja, je kan wel plaatsen, maar dat wordt niet voorgelezen. Want dit is de laatste podcast van het park en van dit jaar. Ja, dat klopt. Dat klopt zeker. Dit is de laatste podcast voor dit jaar. En het klinkt ook als de allerlaatste, maar volgend jaar zijn we gewoon weer terug. En dat klinkt ook weer heel ver weg. Maar dat valt allemaal best wel mee. Lieve, lieve kerstman, uit de grond van mijn hart wil ik aan u vragen lekker te gaan zitten. Oh, u zit al op de stoel, dan hoef ik dat niet meer te vragen. Of u lekker wil gaan luisteren, want ik heb speciaal een kerstliedje. Oh, dat vind ik fantastisch om te horen hoor, Gerard. Ja, vrolijk kerstfeest iedereen. Gerard? Gerard, wat is er gebeurd? Wacht even. Ja, ik snap hem. Ik zal het wel even zeggen. Ik heb dus de audio heb ik uitgedaan, omdat ik dus eigenlijk een verrassing wilde houden. Wat stelt u dan voor, meneer de kerstman? Ik denk dat ik weet wat de kerstman wil. Nee, ik weet het niet. Nou, ik zal het wel gelijk eventjes vertellen. Oeh, spannend. Wat we gaan doen, is we gaan jouw kerstliedje, gaan we op de eerste kerstdag, gaan we die uitzenden met een speciale videoclip. Kerstman, krijg ik een hele eigen videoclip op dit kanaal? Jij krijgt een hele eigen videoclip. Dat omdat jij dat verdient met al die liedjes die je maakt. Ja, en ook. Het leukste is dat de mensen ook nog thuis kunnen meezingen in de vorm van een soort karaoke met tekst onder de video. Hoor je dat, Vincent? Ik krijg gewoon op jouw kanaal mijn eigen videoclip. Ik moet mijn haar gaan doen. Ik moet alles helemaal goed gaan doen. Ik moet nog kleren kopen. Ik ben helemaal vergeten om goed mijn nette kleding te kopen. Maar heb je niet aan, man? Ik weet niet wat ik heb gedaan. Rustig. Moet je maar even goed luisteren. Moet je even rustig. Jij hoeft helemaal niks te doen. Ja, ik ga geen tips meer geven, maar we gaan dit allemaal voor jou speciaal regelen. En ook voor de mensen thuis. Wauw, super. Kerstman, dit is het mooiste, maar dan ook het mooiste cadeau wat ik ooit in mijn hele leven heb gekregen. Wat een fantastische afsluiting van dit park, maar ook een fantastische afsluiting van de podcast van dit jaar. Vincent, ik ben helemaal verbaasd. Ja, ik moet eerlijk zeggen, meneer de kerstman, ik vind het echt ontzettend leuk. Ik ben ook erg benieuwd wat het gaat worden, want het is dan de officiële eerste Gerard Naaldenspelt videoclip. Ik ben zeer benieuwd hoe dit uitgepakt gaat worden, maar u gaat natuurlijk helemaal niks zeggen waarschijnlijk. Nee, natuurlijk
Dit ga ik natuurlijk helemaal niks vertellen. Dat is natuurlijk een verrassing, maar dat geldt natuurlijk ook voor de luisteraars, hè? Stel je voor dat mijn hoofd op een superheld wordt geplakt en dat ik dan over de daken heen vlieg met mijn liedje. Oh, dat zou fantastisch. Of nee, ik weet het. Nou, vertel. Ze gaan mij voor een green screen zetten. En dan ga ik zo helemaal zingen en dansen en met allemaal mooie vrouwen om me heen. Ja, nee, dat snap ik. Ja, nee, van die kerstelfjes denk je. Van die mooie vrouwen, hè, mooie kerstelfjespakjes. Ja, ik snap wat je bedoelt. Nee, ik weet het niet. Ik weet het zelf niet. Maar ik denk dat je niet zoveel moet fantaseren, hoor. Ik denk dat je rustig moet afwachten tot de eerste kerstdag. Want dan komt die officieel online. Ja, dat klopt helemaal. Maar als jullie mij kunnen excuseren, ik heb nog een hoop te doen. Ik vond het gezellig en ik hoop jullie volgend jaar weer te zien. En heel veel succes, Vincent, met het bouwen van een nieuw park volgend jaar. Ja, tot volgend jaar, Kerstman. Ja, tot volgend jaar, meneer Kerstman. En breng maar veel cadeautjes voor ons. Dus, dat mag je niet vragen, hè? Nee, dat mag je niet zeggen. Je kan wel een verlanglijstje maken, maar je mag niet zomaar vragen. Nee, de Kerstman, mag ik een cadeautje? Dat is niet netjes. Weet je, meneer de Kerstman, dan een ander vraagje. Hey, weet u toevallig wat er op mijn kerstverlanglijstje staat? Heel kort nog een vraagje, daarna zal ik u niet meer storen. Ja, natuurlijk weet ik wat er op jouw verlanglijstje staat. Ja? Ik zag namelijk dat er stond dat jij Godfall wilt op de PlayStation 5. Zo, doe maar duur. Dat klopt, meneer de Kerstman. Ik had heel lief, met een heel mooi ik heb een heel mooi handschrift geschreven, hè. Dat is belangrijk. Ja, dat is ook heel erg netjes gedaan van jou. En Gerard, ik konde jouw verlanglijstje nou niet helemaal uit elkaar halen. Wil je nou het eerste deel dit jaar en dan volgend jaar het andere? Of wil je alles tegelijk? Het liefste, meneer de Kerstman, als het lukt voor u, allebei tegelijk. Waar gaat dit over? Of mag ik dat helemaal niet weten? Ja, dat mag jij best wel weten. Ik heb namelijk gevraagd aan de Kerstman. Ik wil graag, omdat ik natuurlijk professioneel knopjesdrukker ben, heb ik nieuwe handschoenen nodig. Want natuurlijk voor alle maatregelen in de wereld moeten wij ook efficiënt gaan werken. En dan hebben we nu sinds korte tijd handschoenen. Nou, eigenlijk best wel redelijk lange tijd al. Geen korte, maar langer. Maar als je handschoenen wil vragen, waarom zou je dan de ene kant eerst willen hebben dan de andere? Ik snap het niet. Oh, je hebt toch twee handen? Heb je toch twee handschoenen nodig? Dus hij vroeg, wil je eerst het ene dan en dan dat? Ik wil het allebei tegelijk natuurlijk. Oké. En voordat u vertrekt nog een klein vraagje. Waarom is uw stem in het begin van de aflevering anders dan later in de aflevering? Oh, dat is heel makkelijk. Of Vincent kon mijn stem niet onthouden, of hij kon de klemtonen niet aanhouden. Nou, tot ziens, hè. Dag, meneer de Kerstman. Dag, meneer Kerstman. Oké, dat laatste was heel vreemd. Maar goed, dit was de Kerstman. Gezellig. En we gaan natuurlijk weer snel door met leuke vragen. En deze komt van Max Joosten. Hij vraagt, hallo Vincent en Gerard. Ik heb een vraag voor Gerard. Wat is jouw favoriete achtbaan van de hele wereld? Dat kan ik wel beantwoorden. Dat is zeg maar, dat zijn die treintjes. Misschien een treinachtbaan. Heb je het dan over bijvoorbeeld de Big Thunder Mountain uit Disney? Je bedoelt natuurlijk de Dynamite Express uit de Rivliet. Die gemotoriseerde achtbaan. Nou, eigenlijk bedoel ik het treintje uit de Efteling die je van A naar B brengt. Ja, maar dat is natuurlijk geen achtbaan. Hij vraagt, wat is jouw achtbaan? Wat is jouw favoriet? Ja, ik hou niet zo van achtbanen. Nee, ik zit liever in een treintje, ja. Ja, nee, dat kan. Dat is mogelijk. En als ze vragen, wat is jouw favoriet of mijn favoriete achtbaan, dat is een lastige. Maar ik denk nog steeds dat Taron uit Fantasialand staat nog steeds op nummer 1. Absoluut. Ik ben ook een groot fan van gelanceerde achtbanen. En puur door de kick die je aan het begin krijgt met de lancering. Dat geeft gewoon toch een heerlijk gevoel in je maag. Ja, dat is gewoon lekker. Ik weet niet. Ik vind het heerlijk. Geef je ook een kick. Koen Stadman die zegt, ik was gestopt met het kijken een half jaar geleden en ik zie nu deze aflevering en ik vind het echt super ziek geworden. Ik heb nu al zin om de tour te gaan bekijken. Nou, ik hoop dat je ook mijn volgende park dan weer trouw gaat volgen natuurlijk, Koen. Je bent van harte welkom. Goed om te horen dat je toch in één keer verandering ziet in het park, want dat is ook de bedoeling natuurlijk. Maar super gaaf om te horen dat je weer terug aan het kijken bent naar natuurlijk Planet Coaster. Bedankt voor jouw steun. Oh, kijk.
die commentaar van Wolfgaming. Hij zegt, afscheid doet pijn. Zeker nu. Dit park, prachtig. Ja, ja nou, weet je wat is Wolfgaming? Ik vind het ook heel jammer. Maar, er is nog een maar. Als je anderhalf jaar bezig bent met het park, je bent continu in het park bezig om dingen te bouwen, dan wil je ook nieuwe uitdagingen. En de uitdagingen zijn er nu wel een klein beetje uit. Dus het is voor mij ook veel leuker en waarschijnlijk ook voor jullie om mij weer aan nieuwe projecten te zien bouwen. Het is nu vooral afwerking. Dat is nooit het leukste. Ik vind opbouwen vind ik ook verschrikkelijk. Maar uiteindelijk als je eenmaal een balletje laat rollen en er komen steeds meer attracties, dan is dat ook hartstikke leuk om verder te gaan werken aan een project. Dus het is voor mij ook wel weer een soort van, ja, fijn om toch weer aan een nieuw park te beginnen. Xander Moldhof die zegt, of die vraagt, waar haal je de motivatie voor het te blijven in deze stomme tijd? Groetjes Xander. Ik weet niet helemaal wat die zin betekent. Waar haal je motivatie voor het te blijven in deze stomme tijd? Waarschijnlijk bedoel je om door te blijven bouwen in deze rare tijden. Nou, het is natuurlijk ook een soort van afleiding. Ik werk vooral veel thuis. En dan kan ik natuurlijk ook gewoon rustig voor jullie speciaal wat dingen gaan bouwen. En dat is ook heel fijn. En het is niet alleen maar een afleiding, maar het is ook ontzettend leuk om gewoon zelf aan een project te werken. Cent Pro zegt, ik vind dit kanaal en ik krijg goede ideeën. Nou, dat is goed om te horen. En Meganico zegt, ik ben nooit uitgekeken, Vincent. Soms vergeet ik wel te kijken, maar ik blijf nooit uitgekeken. Nou, dat is goed om te horen. Ik heb sinds eergisteren, zegt Ryan Bouwmans, Planet Coaster en ik wil elke keer verder bouwen. Echt een heel leuk spel. En ik kijk natuurlijk ook graag naar je video's. Dat is goed om te horen en blijf zeker kijken, want we zijn nog zeker niet klaar met Planet Coaster. Het YouTube-kanaal Ik Hou Van Brie, die vraagt aan Gerard en mij of we Brie lekker vinden. By the way, leuk park Vincent, ga zo door. Boah. Nee, ik hou niet van kaas. Nee, ik ben geen kaaseter. Nee. Ja, ik ben ook geen. Ik hou ook niet van kaas. Ik vind helemaal niks. Ik weet niet. Ik wel bijvoorbeeld op een tosti, dan zou ik het wel eten. En ook over bijvoorbeeld de macaroni. Maar gewoon een plakje kaas op je boterham, dat vind ik helemaal niks. Nee, dat sla ik meestal over. Jesper V zegt, ik kan niet wachten op de grote tour. Nou, dan zou je nog even één aflevering moeten wachten. Nee, de volgende aflevering moet je dan kijken, want dan hebben wij de grote tour. Stefano Game zegt, kijk eens aan, weer een nieuwe Planet Coaster Road to de aflevering 400. Zoals altijd ben je weer goed bezig. Ook al zijn de laatste afleveringen wat minder, maar je blijft leuke dingen verzinnen om het leuk te houden. Vincent, je bent een top entertainer, ga zo door. Ik heb respect voor what you're doing. Dankjewel, Stefano Game, super. Dankjewel voor je support ook natuurlijk in zowel de livestreams als de chat. Of in ieder geval de comments onder in de video's. Super tof om te zien dat jij wel inziet, en ik hoop dat iedereen dat ook inziet, dat ik altijd probeer om leuke, nieuwe, originele dingen te verzinnen om toch een beetje het leuk te houden voor de aflevering. Natuurlijk is het plaatsen van een bankje soms een beetje saai en simpel. Het hoort er wel bij. Ik bedoel, het is toch afwerking van het park. En uiteraard met de podcast op de achtergrond is het ook wel heel anders kijken natuurlijk, hè? Want stel je voor dat er alleen maar muziek onder de video stond, Dan is dat ook een stuk saaier. Dus ik hoop dat door middel van de podcast dat het wel heel leuk eruit ziet. En ik probeer natuurlijk altijd nieuwe dingen toe te voegen. Denk aan de roeiboten in het vakantiedorp. Natuurlijk ook de kinderboerderij die ik laatst heb gebouwd. Ik probeer altijd weer nieuwe dingetjes uit. En dat lukt hopelijk wel. Sam Domen die vraagt, wat vind je van de gondoletta? De gondoletta vind ik een leuke attractie, maar toch sla ik hem af en toe wel over. Als het rustig is in het park, dan wil ik hem wel doen. Maar normaal dan heb ik zoiets van, joh, ik vind het best. Maar ik zeg je eerlijk, ik ben een keer in het 's avonds laat geweest in Efteling. En toen gingen we in de gondoletta en dan al die lampjes boven Kaatsheuvel. Het is wel een mooi uitzicht. En vooral tijdens de winterperiode wel heel erg fris. Maar wel leuk. Mitch van Gogh zegt, Vincent, weer een super interessante video. Ik ben nu ook bijna een maand bezig met mijn park op de console. Ik ben al best tevreden, ga zo door. Ik kijk er erg naar uit naar het volgende park, maar ook naar de volgende video natuurlijk. Goed om te horen. En Jimmy van Balen zegt, hey Vincent, wauw, wat een ontzettend vet park dat je ervan gemaakt hebt. Ik speel nu sinds een week Planet Coaster console editie en ik heb een vraag. Wat vind je ervan dat je gelimiteerd aantal items kan plaatsen? Nou, ik vind dat
op zich wel jammer voor de mensen die een groot park willen maken. Maar ik heb altijd gezegd, en ik vind het nog steeds zo, je moet eigenlijk Planet Coaster lekker op de PC spelen. En het spel is echt niet heel erg zwaar, want tegenwoordig worden er best wel sterke computers verkocht en sterke laptops. En op zich kan je wel gewoon op de PC bouwen. Het is wel lekker om op de console te bouwen met een controller in je hand. Maar als je echt een beetje wil inimini gaan bouwen, dus echt tot in de puntjes van de details, dan is het misschien wel makkelijker om je muis te gebruiken. En natuurlijk heb ik het over gewoon de PC-versie van het spel. Hartstikke fijn. Pieter Lieten zegt, Vincent, Wonderland is prachtig mooi geworden. Niets meer dan de respect dat je zo lang aan één project kan werken zonder verveling. En er altijd wat moois van maakt. Je hebt ook goed gedacht aan de afwerking, met name aan de verlichting. Tot het volgende Planet Coaster project. Dat is, nou Pieter, dat vind ik oprecht super aardig. Bedankt ook voor je steun. Hij is media vormgever en hij wilt me helpen met een logo. Super, super geweldig. Dankjewel. En weer zo'n lieve, fantastische comment is van DJ Maximaal. Hij zegt, Vincent, ik ben nog aan het kijken en ik vind ook niet dat je alles aan het afraffelen bent. Ik vind het jammer dat je dat zegt, want het begin. Want ik vind het heel erg leuk om jouw gezicht op mijn scherm te zien. En jouw stem in mijn oren te horen. Ik heb een vraag. Wanneer komt het park op de Steam Workshop? Hartstikke bedankt voor je lieve comment. Maar ik heb wel, ik zie het ook aan de kijk. Cijfers dat sommige mensen wel een beetje zoiets hebben van, joh, hè, ik vind het best, ik ga niet meer verder kijken, of ik kom later een keer terug. Dus dat is niet, dat kan ik, dat is een uitspraak, maar dat klopt ook. Er zijn echt minder kijkers. Maar dat geeft niet, want ik weet zeker dat die kijkers weer terug gaan komen als wij of een nieuw park gaan maken, of ze wachten op de grote tour, om uiteindelijk voor zichzelf een verrassing te krijgen van, joh, dit is het park geworden. Ik heb misschien 3, 4 of 8 maanden niet gekeken naar de serie. Wat is het nu uiteindelijk geworden? Dus daarom zal je ook zien, dat had ik in het vorige park ook, hè, in de, natuurlijk Davindo Springs, dat mensen massaal kijken naar die grote touraflevering. En dat vind ik hartstikke lief. Dankjewel. Die grote touraflevering gaat er ook zeker komen. Senne van Stappen zegt, Vincent, vergeet je de toren van de bobsleeachtbaan niet en ook de grote uitkijktoren om die af te werken. Dat is aardig. Dankjewel, Senne. Ik zal die toren van de bobsleeachtbaan hopelijk niet vergeten, maar volgens mij zien ze er wel redelijk zo uit. En of misschien kan er wel nog wel een dak op of zo. En in ieder geval ook de uitkijktoren wel een klein beetje behandelen. TP Coaster zegt, Vincent, na een lange tijd afwezig te zijn bij deze serie, ben ik gewoon weer lekker terug. Wat ziet het park er fantastisch uit en het einde is nu echt in zicht. Ik volg je Planet Coaster projecten sinds Fairytale Gardens en het is echt fantastisch om te zien dat je elk park toch weer zijn eigen charmes geeft. Wat is Wonderland een prachtig project geworden, waar jij samen met de kijkers vanaf 6 mei 2019 elke week heerlijk aan gewerkt hebt. Door de interactie die je hebt met de kijkers geeft het mij ook in ieder geval het gevoel dat wij er zeker een steentje aan hebben meegewerkt. Ik kijk enorm uit naar het nieuwe project, maar voor nu nog even de puntjes op de i zetten voor Wonderland. Dat is oprecht een hele, hele, hele lieve reactie. Stefano zegt erop, welkom terug, dude. Je moet je park nog openstellen, zegt Wim VB1. Het is nu al jaar 65. Nou, geloof me, ik heb het park. Ik was volgens mij op jaar 70 of 80, weet u dat nog? En toen heb ik in scenario mode wat dingen aangepast. En toen begon ik weer terug bij jaar 0. En uiteraard, als ik natuurlijk weer in scenario editor wat dingen ga aanpassen, want er zijn nog een paar bomen die gewoon random staan in de map, dan ja, weet je, dat moet ik natuurlijk ook gewoon allemaal weghalen. Dan begin ik eigenlijk weer bij jaar 0. Dus alles wordt dan eigenlijk weer qua tijd gereset. Maar in ieder geval, dank jullie wel voor alle leuke, lieve, warme reacties van Familiepark Wonderland. Ik bedank jullie allemaal voor de steun uit de grond van mijn hart voor alle lieve, warme reacties. En natuurlijk het bouwen van een Main Street huisje in het park zelf. Ik kan niet wachten om het nieuwe park te gaan lanceren. Wat ik al zei aan het begin van de video, dat kan misschien 2 of ja, een paar weken duren voordat het op gang komt. Want ik wil natuurlijk ook een beetje een concept art gaan maken. Ik wil een beetje gaan tekenen. Ik wil misschien een beetje gaan schetsen. Ik wil natuurlijk een naam bedenken. Er komt best wel veel bij kijken dan je denkt. En het, ja, sowieso, het project gaat ook weer minimaal 1 jaar duren. En 1 jaar is best wel lang. Echt heel lang. Het kan zijn dat we misschien wel sneller gaan afmaken. Want het park wordt wel iets kleiner dan dit.
Nou ja, dat zeg ik elke keer, maar dan wordt het toch weer een heel groot project. En ik hoop ook dat jullie weer gaan kijken natuurlijk. Bedankt voor het kijken en luisteren naar deze podcast. Zeker. Gerard, het was een waar genoegen dat je erbij was. Absoluut. Grote dank. En ook hartstikke leuk om al die leuke vraagjes te lezen. Ik vond het hartstikke leuk om erbij te zijn. Ik wens iedereen alvast een gelukkig nieuwjaar. En tot de volgende keer bij aflevering 400. Helaas zal ik daar niet bij zijn, maar daarom een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar namens Gerard Naaldenspel. Ik was mijn naam bijna kwijt. Gerard Naaldenspel. Ja, jij natuurlijk ook een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar. En ik zie jullie in aflevering 400, maar natuurlijk gaan we ook weer terug naar de normale snelheid. Jeetje, bijna 40 minuten podcast. Niet normaal. Zeker lang. Doei. Doei doei. Zo mensen, welkom terug bij de normale snelheid. Wat was dit een lange video. Misschien wel de langste video die ik van Planet Coaster ooit heb gemaakt. Althans, met snel vooruitspoelen en natuurlijk een podcast. Maar hopelijk heb je genoten van deze maar dan ook allerlaatste aflevering van het bouwen in Familiepark Wonderland. En dan natuurlijk het kasteel. Het kasteel had eigenlijk breder moeten zijn. Althans, dat zei ik natuurlijk in de livestream. Want we gaan een deel 2 maken. We gaan hem groter maken. Maar het had niet gepast hier in de hoek. Ja, dus het moest een beetje op gevoel gaan namelijk. Ik heb hem dus een beetje gedraaid. En hem mooi met de omgeving samengevoegd. Althans, dat hoop ik natuurlijk. Gewoon een kasteeltje in de hoek van mijn map. En zo zijn er nog veel meer onderdelen die ik extra heb toegevoegd. Die jullie ook, sommige dingen die jullie niet hebben gezien tijdens het snel vooruitspoelen. Bijvoorbeeld deze fontein. Je merkt tijdens het spelen, als ik zo heen en weer beweeg, het is niet helemaal vloeiend meer. En dat komt omdat ik hem echt heel erg heb volgebouwd. Vol met details, vol met attracties. En geloof me, als er dadelijk mensen binnenkomen, dan heb ik toch een soort van probleem. Over deze video, schrik niet, heb ik 6 à 7 uur gedaan. Niet alleen met het inspreken van de video, maar natuurlijk ook gewoon alles even opnemen. Rustig research van wat kan ik nog allemaal doen. Kijk in de map wat nog veranderd moet worden. De bomen controleren, welke er door de objecten heen staan. Dan heb ik het over de bomen die natuurlijk gelokt zijn door de huisjes heen. Het is best wel een hoop werk. En ik kan met zekerheid zeggen dat dit het grootste park is wat ik ooit in mijn hele leven heb gebouwd. Gewoon echt over alles. Echt over alles. Dus afscheid nemen is lastig. Maar we gaan het wel doen. Althans, nog één grote aflevering. Nog één grote aflevering. En tijdens die touraflevering, aflevering 400, volgende week zeker kijken. En als ik tijdens die tour nog dingen tegenkom die ik moet aanpassen of veranderen, dan schrijf ik dat even op of dan onthoud ik dat. En dan ga ik dat aanpassen voordat de video, voordat natuurlijk de map online komt via de Steam Workshop. Ik wens iedereen alvast een hele fijne kerst en
tot volgende week voor aflevering 400 van Familiepark Wonderland. Tot de volgende keer. En laat vooral een duimpje achter. Ben je nog niet geabonneerd? Klik op abonneren, op naar die 70.000 abonnees. En tot de volgende keer. Doeg!